Ja, vooraf een tekst die ik pas in het weekend heb ingesproken. Maar deze podcast die is van een dag dat ik het praatje een keer had overgeslagen. De podcast geeft goed aan mijn twijfel die ik hierover heb. Ik zou eigenlijk, was mijn plan om nooit meer iets qua dit soort uitzendingen van amateurband te doen. Dit vond ik een leuke gelegenheid om, om de activiteit wat aan te jaggeren op D-Star. Maar ja, eigenlijk sta ik er nog steeds wel achter dat ik dat niet opnieuw wil doen. Dus ik denk niet dat ik dit heel lang blijf doen, maar wel langer dan dat ik in de tekst hierna aangeef. Ja, dat wou ik vooraf nog even kwijt. Het volgende is dus niet op D-Star uitgezonden. Zo, het is de nacht van, even kijken, van woensdag op donderdag. Ik heb overdag een deel van de tijd geslapen en 's nachts gewerkt. Omdat ik de dag daarvoor ook al, ik kon ook niet in slaap komen. Dus dit is ook zo'n nacht dat het niet echt wil. En ik heb een deadline en overdag was ik brak en ik voelde me ook niet lekker. Omdat ik te lang geslapen had zonder CPAP. Wat in het ene geval bij mij goed uitpakt, in het andere geval niet. En ik heb daardoor ook, dat is de aanleiding dat ik inspreek, de uitzending van 7 uur gemist. Ik begin er een beetje aan te twijfelen. Ik heb erg weinig reacties van mensen. En ik weet zeker dat als ik op YouTube zit, dat ik wel veel luisteraars heb. Maar ik twijfel bij D-Star een beetje. Dus ik twijfel ook of dit wel de juiste manier is om de activiteit wat groter te krijgen. Ik had gedacht dat daar wat meer respons op zou komen. Ik heb wel veel met Richard gesproken uit Den Helder. Die van de week meermaals voor mij retour kwam. Maar voor de rest, en die ook al bij de ronde was. Maar het is een beetje rustig. Maar goed, het is ook vakantieperiode. Mensen zitten bij de ronde ook buiten, dus ik snap dat wel. Dus ik zit nu te kijken. Ik ben nog steeds, mijn inspiratie gaat goed. Maar ik heb nog wel die dagelijkse verplichting een beetje nodig. Dus ik, ja, als er wat meer respons bij D-Star geweest was, was het mooi geweest. Ik moet ook zeggen dat ik een beetje twijfel. D-Star heeft een goede geluidskwaliteit, maar er zijn toch wel wat beperkingen. En als ik terugluister wat ik op internet zet qua studiokwaliteit en ja, vervolgens hoor hoe dat via D-Star klinkt. En niet alleen dat, elke 3 minuten moet ik hem een keer loslaten omdat ik door een luide piep onderbroken word. Dat zijn geen ideale omstandigheden. Dat is een standaard die ik niet meer gewend ben sinds ik op PI2NOS gestopt ben. Inmiddels loop ik meerdere dagen achter, want ik heb volgens mij alleen die van zaterdag nog gepost. Dus tussen zaterdag en nu heb ik in ieder geval, en ja, en inclusief deze dan voor woensdagavond. Dus die van zondag moet nog maandag. Dinsdag heb ik er zelfs 2 ingesproken. Eentje om 7 uur en eentje, dus ja, eigenlijk had ik vandaag ook wel kunnen missen zonder schade. In ieder geval, ik had er eentje via D-Star ingesproken, maar daar had ik niet de studiomicrofoon bij. Dus die moet dan wel van D-Star getrokken worden. Maar ik, als het goed is, heb ik die opgenomen. Dus het was een korte. Ja. Maar hoe nu verder? Ik neig ernaar om veel meer met video te gaan doen. En ik heb in elk geval 1 persoon op mijn verlanglijstje. 2, 3... Oh, veel meer. Op mijn verlanglijstje staan om te interviewen. Eentje is een hele leuke. Dat wordt echt een interessant interview. En ik durf het niet zo makkelijk aan om sommige interviews als eerste te doen. En bij deze durf ik dat aan. Dus ik, maar goed, ik weet niet of die meneer wil. Maar dat zou een mooi verhaal zijn. Dat moet ik ook wel goed voorbereiden. Maar dat kan ik wel. Dus dat is een aardige. Dat zou dan wel audio zijn, denk ik. Aan de telefoon of via Skype, beter nog. Maar ik heb de technologie daar nog niet helemaal voor klaar. Dus dat is ook nog zo'n dingetje. Ja, volgens mij voor Skype wel, maar voor de telefoon is dat toch wat lastig. In het verleden had ik een ding wat je met SIP kon je dan inloggen. Ik weet helemaal niet of dat nog gaat, want dat gaat volgens mij allemaal via de, nou, ze misschien toch wel via de Fritzbox kunnen. Ik heb geen idee. Maar ik kon toen met een app kon ik rechtstreeks, dat heb ik een tijdje, maar dat is heel lang geleden, 15 jaar terug of zo. Toen mijn normale telefoonverkeer nog via KPN ging, via het gewone telefoonnet. Nou ja, niet helemaal, dat was ISDN. Maar in ieder geval niet zoals nu via internet.
En ik had toen al wel een Access for All telefoonlijn. En die was sinds kort was die op het gewone net aangesloten. Want in eerste instantie was dat ook nog niet zo. Ze hadden die telefoons bedacht. En je kon daarmee nog niet naar buiten bellen en ook al niet gebeld worden in eerste instantie. Dus dit was net mogelijk. En ja, je kon dan kiezen of je met een toestel wat SIP deed. Een aantal centrales was dan ook volgens mij vrij beperkt die dat ondersteunde. En je kon ook een app nemen. En als ik nu die app op de computer zou doen. Ik heb een telefoonhoorn nog uit die tijd die op de computer past met een USB-connector. Dus dan kan ik die hoorn gebruiken om te bellen desnoods. Maar ik kan dat ook met een headset doen. Maar ik moet wel die techniek even goed voor elkaar hebben. En misschien moet ik ook een backup plan hebben als ik de elektronica niet werkend krijg. Want je zult met iemand afgesproken hebben. En zo iemand die wil misschien niet een tweede keer als het niet doorgaat. Dus je moet echt wel knallen op het moment dat de afspraak staat. Maar meer filmpjes zoals het filmpje wat ik van de week over het zakmes gedaan heb. En ik wil eigenlijk ook wel weer buiten gaan maken. Als ik meer pedestrian ga doen, maar dat doe ik nog niet zoveel. En als ik het doe is het heel kort. En dan is het ook wel lastig om dat met video allemaal voor te bereiden. Dus eens even kijken hoe we dat kunnen verwezenlijken. Ja, voorlopig ga ik wel door nog met dagelijks, tenminste dat is wel de bedoeling, dagelijks een kort item maken. En ik leg de lat niet zo hoog. Dat heb ik de afgelopen week ook gedaan. Alleen al om het gaande te houden. Ik heb niet altijd tijd. Soms is het heel erg krap. Dus dat is eigenlijk ook wel een beetje een punt. Goed. Die was hem voor vandaag. Ik zal het even goed zeggen. Dit was hem voor vandaag. Mompel.